Welkom iedereen hier. Welkom Jan Willem, fijn dat je er bent. En welkom thuis. En misschien kijk je al op een heel ander moment. Kijk je dit na, dan ook welkom in dit nu. De laatste mensen komen binnen. Fijn dat iedereen er is. Fijn dat we deze middag weer met elkaar kunnen beleven. En ik ga niet een uitgebreide meditatie doen, want Jan Willem gaat ons ook door een aantal oefeningen leiden. Maar misschien kun je wel heel even voelen, waar je op dit moment zit. En kun je ook jezelf even welkom heten in dit moment. Waarin we Miracles in Contact gaan beleven en beleven. Omdat we hier zijn met de intentie om hier met elkaar te zijn. En om te oefenen. En ons te herinneren dat we onschuld zijn. Ik ga de microfoon overgeven aan jou, Jan Willem. De stem van de eenheid is het thema vanmiddag. Nou, dat klinkt heel inspirerend. En ik heb er heel veel zin in om de inspiratie die door jou heen komt te horen. Dankjewel. Dankjewel. Nou, allemaal van harte welkom hier. Bij deze MIC-middag. We gaan het hebben over de stem van de eenheid. Titel van mijn nieuwe boekje, wat ook buiten te koop is. Maar ik ga het niet over het boek hebben. Ik ga het over de boodschap hebben die uit het boek straalt natuurlijk. Maar alleen voordat ik dat ga doen, wil ik graag met jullie even hier landen. En landen betekent niet alleen maar mentaal stil zijn, maar dat betekent ook even de energie weer richting de aarde bewegen. Dus ik zou jullie willen uitnodigen. Is dat trouwens zo? Nee. Jawel, toch wel. Ik zit even aan de volgorde te denken, maar dat is goed zo. Ik wil je graag uitnodigen om kopjes even onder de stoel te zetten. En dan even goed het zitvlak te voelen. Dat je echt contact maakt met de stoel. En je voetzolen op de grond te voelen. En dan zou ik jullie graag willen uitnodigen om de benen eens even goed te gaan strekken. 7 tellen lang zo hard mogelijk aanspannen. Zo. 1, 2, 3, 4, aanspannen. 5, 6, 7 en los. Laat me lekker ineens los. Oh. Adem een keer goed door. Dan gaan we nog een keertje herhalen, die benen. Die benen zijn belangrijk. Zo steeds harder aanspannen en dan op 7 in 1 keer loslaten. Ja, daar komt hij hoor. 1, 2, 3, 4, 5, aanspannen, 6, 7 en los. Ja, ha, ha. Let vooral goed op de adem, dat hij wil verruimen, dat hij wil verdiepen. Bij de benen gaan we de armen erbij betrekken. Dus we gaan de benen en de armen zo 7 tellen aanspannen en dan daarna gelijk weer loslaten. Ja? Gaat-ie hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en los. Ah. Zo, lekker hè. Als je nou de neiging krijgt om te gaan gapen, laat dat geeuwen gewoon toe. Hè? Want dat is een betere zuurstoftoevoer richting de hersenen. Dat is mooi. Nou, ter afsluiting wil ik jullie dan de hilarische, optimale aanspanning meegeven. Namelijk de benen, de armen en alle gezichtspieren. Ja, ja, ja. En dan mag iemand een foto nemen, zo, als ze allemaal zitten. Welkom. Dus 7 tellen lang de benen, de armen en zoveel mogelijk gezichtsspieren opentrekken en aanspannen. En op 7 gaan we weer in 1 keer ontspannen. Ja, dan komt-ie hoor. 1, 2, 3, 4, ja, laat maar los. Zo. De cursus gaat tenslotte toch ook over het niet al te serieus nemen van het leven, toch? Dus daar gaan we dan gelijk mee beginnen. Oké. Nou, probeer maar eens even te observeren van binnen hoe het is met je adem.
En dan zou ik jullie willen uitnodigen om eens even de ogen te sluiten. En echt eens even naar binnen te keren van hoe is het eigenlijk nu met me? Dat begint met de adem. Je kan dan langzaamaan ook nog iets meer naar binnen gaan en aandacht hebben voor alles wat klopt en beweegt en stroomt binnen. En intussen even goed gewaar te worden van dat je inderdaad met je zitvlak op je stoel zit en dat je voetzolen verbonden zijn met de aarde. Merk je al dat er iets gaat tintelen in je ledematen? Nogmaals, als je wil geeuwen, laat het gewoon toe. Jawel. En wil ik jullie vragen om van binnen te visualiseren, in je hart, dat je een lichtwezen bent. En we lezen zo vaak in de cursus, ik ben niet dit lichaam, ik ben vrij. Voel dat het licht van God in jou zit. God is niet ver. God is nu in jou. Als licht. Probeer het licht maar eens te voelen in je hart. Zet het maar aan. Word je er gewaar van. En voel naarmate je met liefdevolle aandacht het licht aanzet, omarmt, toelaat, hoe het licht je hele lijf kan vullen. Voel hoe het licht als het ware tegen de binnenkant van je huid komt, aanduwt en zich daar zeker niet door laat tegenhouden. Wij als uitbreiding van de liefde van God, van het licht van God, breiden zelf ook uit. Is onze natuurlijke staat. We doen het hele dagen. We beseffen het alleen meestal niet. Voel hoe we hier met z'n allen zitten als een verzameling lichtbakens. Een verzameling lichtbakens, een verzameling vuurtorens. Zo zitten we hier. Als kinderen van God stralen we de hele tijd liefde uit. Voortdurend. En ons ego kan het versluieren dat we het ons niet beseffen. Maar het kan het niet stoppen. En besef dan dat het licht wat jij uitstraalt en het licht van degene naast je, om je heen, exact hetzelfde licht is. Al het licht is met elkaar, met zichzelf verbonden. Jouw licht is niet anders dan mijn licht. Er is maar één licht. En dat stralen we allemaal uit. We zijn niet afgescheiden. Los van de lichamen die wij hebben bedacht. En als je dan langzaam voelt dat je helemaal
baat in het witte licht, wat je oorsprong is, wat je essentie is. Kun je weer langzaam in je eigen tempo terug in deze ruimte komen. En let inderdaad maar eens hoe je adem daar direct op reageert. Oké, welkom terug. Ik ga 3 kwartier, 50 minuten, jullie iets vertellen over de boodschap uit de Stem van de Eenheid. Zijn er mensen in de ruimte die voor het eerst kennis nu maken met een cursus in wonderen? Ja, toch wel 1 iemand, mooi zo. 2 iemanden, kijk eens aan. 3 zelfs. Ja, nu komen de vingers omhoog. Goed. Nee, prima. Dus ik zal dan in een iets langzamer tempo beginnen. Ik ga ook af en toe tussendoor een vraag stellen. We moeten maar even kijken of het goed lukt om zonder microfoon te antwoorden. Er zijn microfoons aanwezig voor het publiek. Daar is er 1. En bij Peter is er 1. Heel goed, dus er zijn microfoons. Dat zijn korte vragen. Na de 3 kwartier, 50 minuten is er ook ruimte om wat langere verdiepende vragen te stellen. Oké. Een cursus in wonderen. Waarom doen we die? Waarom is die zo belangrijk voor ons? Waarom denken we er elke dag aan en lezen braaf die les en oefenen er dan mee? Wat denken we dat die ons gaat brengen? Wil iemand daar iets over zeggen? Roepen? Blijvende innerlijke vrede. Ja, blijvende innerlijke vrede. We zijn bezig met een cursus in wonderen, omdat we ervan overtuigd zijn, hopen dat hij ons blijvende innerlijke vrede geeft. Anderen nog? Waarom we bezig zijn met een cursus in wonderen? Wat hij ons gaat geven? Ja, dat we ons herinneren dat we niet schuldig zijn. Dat we ons herinneren dat wij niet schuldig zijn. We hebben God niet verlaten. We hebben niet gezondigd. We zijn onschuldig. Dankjewel. Ja, zeg het eens. Dit niet mijn echte thuis was. Zo rot kon het niet zijn. En het kwam op het moment. Ineens wonderlijk kwam die brief. Of dat boek. Ik laat me storen. En toen kwam dat ineens op mijn pad. En toen ben ik de eerste keer gegaan. En dat was in 1993, van Mick in Hilversum. En ik kwam thuis, er waren 7 mensen. En toen zei ik tegen mijn man, Jezus, ik ben thuisgekomen. Ja. Ik zeg, vraag ze niet op mijn verjaardag hoor. Maar ik ben wel thuisgekomen. En dat is een diep verlangen en ook een diepe zekerheid dat dit voor mij mijn hulpmiddel is op de weg naar huis. Kijk eens aan. Terwijl ik met mijn verstand zeg, ik ben nooit uit huis geweest. Maar jongens, dat is mooi. Dankjewel. Ja. Ik besteed tijd aan een cursus in wonderen omdat ik voel dat ik hier niet thuis ben in deze materiële wereld. Het is een hulpmiddel waardoor ik echt thuis kan komen. Hè, in spirituele zin. Oké. Mooi, dank jullie wel voor de input. Voor degene voor wie een cursus echt helemaal nieuw is, het wonder. Wat is het wonder? Want ik weet nog dat ik voor het eerst die titel zag, in 2004 was dat. En ik denk, wonder, is het zo'n ineens dat ik een geest zie of zo? Is een wonder. Een wonder is dus het gewaarzijn dat er een andere keuze mogelijk is dan het angstige ego. De bereidheid om die keuze te maken. De keuze maken en de effecten ervan. Waar wij niet verantwoordelijk voor zijn. Hè? Als ik voor liefde kies, dan is dat eigenlijk een wonder. En de cursus in wonder is dus om onze bereidheid om vaker sneller voor liefde te kiezen, om die te voeden. En dan overlaten aan de Heilige Geest, noemen wij dat dan. Er zijn andere paden, zijn er andere termen voor, maar wij noemen het de Heilige Geest.
waar die liefde heen mag gaan. Ik kan nu iemand vergeven. Vergeven. En aan de andere kant van de wereld kan ineens iets wonderlijks gebeuren, dat er een relatie wordt geheeld. Dat is niet aan ons. Dus alle uitingen van liefde zijn maximaal en die hebben hun effect waar dat op dat moment het beste past. En dat is niet aan ons. Daar kunnen we gewoon ons aan overgeven. En alle ellende die we in ons leven ervaren, komt omdat wij altijd nog beter denken te weten dan de Heilige Geest of Jezus. Ik bepaal zelf wel hoe ik geluk kan krijgen in mijn leven. Zo. En uiteindelijk levert dat alleen maar ellende op, omdat we denken beter te weten. Dus als je iets leest over een cursus in wonderen, dat gaat niet over externe wonderen, maar het gaat altijd over opnieuw de keuze maken voor de betere weg voor liefde. Nou. Als het nou zo makkelijk is, hè? Waarom doen we dat dan niet gewoon de hele tijd? We willen toch allemaal liefde hebben? We willen toch ook allemaal liefde ontvangen? We willen toch allemaal in liefde leven? Waarom is er een cursus in wonderen nodig? Neem ik jullie even mee naar deze poster hier. Je zou wel zeggen, waarom heeft hij nou weer een ijsberg hier hangen? IJsberg is onze denkgeest. Model, symbool voor onze denkgeest. En altijd als ik zeg in de ochtend, ik vind me eigenlijk wel spiritueel goed bezig, want ik lees elke ochtend mijn lesje in een cursus in wonderen en ik denk er elk uur aan op een dag, zit dat allemaal hier. Hè? En als ik zeg, ik wil verlossing, ik wil vrij zijn van aanvalsgedachten, ik wil eigenlijk gewoon meester over mijn denkgeest zijn in plaats van slaaf, dat zit allemaal hier. Kunnen we allemaal opschrijven, kunnen we overdenken, dat zijn onze verbale gedachten. En wat is het nou wonderlijk om te lezen in een cursus in wonderen, gedicteerd door Jezus zelf, dat hij zegt, wat jij denkt dat je gedachten zijn, heeft niks van doen met je werkelijke gedachten. Je verbale gedachten, dat zijn niet je gedachten. En dat werkt twee kanten op, dus de ego-kant en de Heilige Geest-kant op. Als we hier iets verder in afdalen, in de psychotherapie, dan wordt het hier heel donker. En denken we helemaal niet zo prettig over onszelf. Eigenlijk is diep van ons, diep binnen in ons, allemaal, ook in mij, nog een soort, ja, moet ik het een kindje noemen, dat zich heel schuldig voelt over dat je hier als banneling in deze materiële wereld op zichzelf staat. En kennelijk, God heeft afgewezen. Dat beseffen we ons helemaal niet overdag. Zo zitten we echt niet elk uur te denken. Maar als je naar binnen kijkt, dan kom je dat tegen. En dat is gewoon niet fijn, dus daar kijken we niet naar. Aan de andere kant, op dezelfde manier naar binnen kijken, maar dan vanuit de Heilige Geest als gids. We hebben altijd maar twee gidsen, hè, voor onze gedachten. De gids namens liefde of de gids namens angst. Als je vanuit de gids namens liefde naar binnen kijkt, dan besef je dat dit allemaal maar dwaas spel is eigenlijk. Hè? En dat we eigenlijk als geest nog steeds verbonden zijn met God. Dat we hier nu met een lijf zitten, wat na je 24e aftakelt en weer sterft. Op een gegeven moment leggen we ons allemaal ons lijf weer af. Dat is een droom die niet waar is. Dat is gewoon niet waar. Ik ben nu al thuis bij God. Dat licht van God, dat zit nu gewoon in mij. Ik zou daarvoor kunnen kiezen. Maar ik doe dat nog niet volledig. Ik word morgen toch weer gewoon wakker als ego. Deels. Waarom? Waarom is dat? Waarom zijn we vandaag de dag nog niet met z'n allen gewoon verlicht en allemaal weer als geest terug bij God? Wil iemand daar snel iets over roepen? Ja, zeg het eens. De onderwater zorgt ervoor, houdt die angst in stand. Even de microfoon. Ja.
dat deel onder water, dat houdt die angst in stand. Dus je kijkt er ook niet naar. Het deel onder water houdt de angst in stand. En wordt ons dat opgedrongen of is dat een keuze? Ja, we doen dat zelf. Dat is een keuze. Wij kiezen daar zelf voor, maar we weten niet dat we dat doen. Aha. En, maar de cursusstudenten, die zien dus... Jezus die neemt ons juist mee om daarnaar te gaan kijken. Hè? Mm-hmm. Je hoeft niet te zoeken naar liefde, zegt Jezus. Je moet alleen alle blokkades die we tegen liefde hebben opgeworpen... moet je kijken en onderzoeken en laten gaan. En het is niet nodig te zoeken naar wat waar is... maar wel nodig om te zoeken wat onwaar is. Staat er gewoon letterlijk in de cursus. Dus Jezus neemt ons mee. Laten we hier nou eens naar gaan kijken. En dat doen we. En dan zien we dat we daarvoor kiezen. Ik zou nou zeggen, als cursusstudenten kiezen we daar dan de volgende dag toch niet meer voor? Waarom blijven we daar nou toch steeds voor kiezen? Hoewel we misschien 5, 10, 20 of 30 jaar met de cursus bezig zijn. Komt dat toch? Iemand? Omdat we stiekem toch een zelfje willen blijven? Ah, omdat we stiekem toch wel fijn vinden om een zelfje te zijn. Het is toch fijn... dat ik hier Jan Willem ben met mijn karakteristieke kenmerken, talenten, levensmissie. Dat is toch fijn? Wat zou ik zijn zonder persoonlijkheid en lichaam? Wat zou ik dan zijn? Ik heb geen idee. Ja, dan zou je pure liefde of licht zijn. Daar kan ik me niks bij voorstellen. Wat ben ik dan? Jezus die kan 100 keer zeggen dat je dan terug thuiskeert in het hart van God... Maar ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik leef nog echt in de tijd. Ik denk echt dat ik een verleden heb gehad waarin ik ben gevormd, ben geconditioneerd, dingen heb geleerd, talenten heb ontwikkeld. En dat ik tot aan het moment dat ik mijn lichaam afleg of nog van alles te doen heb. Ik durf daar niet zomaar afscheid van te nemen. Sorry? Angst. Dus we luisteren nog naar de gids namens angst, ego. En het mooie wat ik aan de cursus wonderen vind, is dat hij ons daarmee niet voor ons kop slaat. Zwakkeling. Nee, het is heel begrijpelijk. Het is toch helemaal niet gek dat je het moeilijk vindt om je eigen identiteit in tijd en ruimte, om die los te laten. Dus dat doen we pas zodra we daaraan toe zijn. En misschien zijn we daar in dit leven nog wel helemaal niet aan toe. Dat weten we niet. Maakt niet uit. Jij en ik zijn echt al 100.000 keren hier geweest. We zijn hier niet voor het eerst zomaar ineens plop, dat je ineens in 1940, 50 of 60 geboren bent bij toeval. We zijn hier al zo vaak geweest. En elk leven leren we weer een stukje om dat te onderzoeken en uiteindelijk te leren loslaten. En wat is daarvoor nodig? Wat is het kernwoord in een cursus in wonderen? Vergeving, noem het maar met z'n allen. Vergeving. Vergeving. Van wat? Van jezelf. Dat is toch wat fijn dat hier een publiek zit dat gewoon gelijk de antwoorden weet op alle vragen die ik stel. Vergeving van jezelf. Waarom van jezelf? Er is niemand anders. Iedereen die je op straat tegenkomt, die je in de zaal tegenkomt, is een spiegel van jezelf. Alles waar jij je in een ander aan ergert, betekent dat je in jezelf nog iets te vergeven hebt. Als ik ruzie heb met mijn vrouw, gebeurt wel eens, dan gaat het om de duisternis die hier in mijn denkgeest zit. En niet om wat zij fout doet. Dat is nooit het probleem. De uitdaging is, wat voor duisternis hou ik nog vast in mijn denkgeest? En dat heeft genezing nodig. En dat is het enige wat ik kan genezen. En zoals Ken Wapnick redelijk vaak zei, in een toneelspel heb je een voorgrond en een achtergrond. Nu zijn onze dagelijkse levens in tijd en ruimte en onze bezigheden en onze familie en gezin en hypotheek en... winkelen en noem het allemaal op. Dat staat nu op de voorgrond. Onze essentie als uitbreiding van de liefde die God is. Staat op de achtergrond. En de cursus in wonderen leert je jaar na jaar. Afhankelijk van je motivatie en bereidheid. Om dat om te gaan draaien.
dat het betalen van de huur of hypotheek, dat gaat allemaal naar de achtergrond. En Jezus vraagt ons niet om maar gelijk al onze verzekeringen op te zeggen. Hè? Want ja, het is toch allemaal illusie, deze wereld. En ik steek de weg gewoon over, want ja, het is toch allemaal illusie. Dat vraagt Jezus dus niet aan ons. Hij komt ons altijd tegemoet waar wij op dat moment zijn. En we wanen ons nog gewoon in deze wereld. Dus zorg gewoon goed voor jezelf. Jezus is ook helemaal niet tegen medicijnen of zo. Neem alsjeblieft gewoon een aspirintje als je hoofdpijn hebt. En zeg niet, dat is niet spiritueel. Blijf gewoon goed voor jezelf zorgen, zolang je nog gelooft dat je een ego bent. Jezus wacht wel. Jezus zegt, je mag je vaak kruisigen zo vaak je wil, zegt hij. Jezus wacht wel. Jezus staat aan het eind van de tijd. Wij staan hier nu en wij weten wat er tot nu toe is gebeurd. Schrijf op in geschiedenisboekjes. Jezus staat aan het eind van de tijd. Die weet al precies wat er nog gaat gebeuren. Ik ben de afgelopen half jaar, de mooiste zin die ik heb gelezen in de cursus is, wanneer de tijd een eind komt te maken aan jouw twijfelen, staat vast. Ik denk, mijn God, wat staat hier nou eigenlijk? Wanneer de tijd een eind komt te maken aan jouw twijfelen, aan dat ik inderdaad alleen nog maar wil kiezen voor de liefde van God. Ik zit nu nog in twijfelmodus, ik ga heen en weer. Wanneer de tijd een eind komt maken aan jouw twijfelen, staat vast. Hey, het kan niet misgaan. En dan combineer dat met les 292. Een gelukkig einde staat voor alles vast. Een gelukkig einde staat voor alles vast. Wanneer de tijd een eind komt maken aan jouw twijfelen, staat vast. Het enige wat nog fout kan gaan, is dat we tegenstribbelen. Omdat we denken beter te weten. Ik bepaal wel wat ik nodig heb voor mijn totale verlichting. En dat betekent dat ik mezelf alleen maar verder vertraging bezorg. Hoe meer ik overgave beoefen, steeds opnieuw weer die keuze maak voor niet aanval, niet haat, maar liefde en verbinding, hoe meer het leven gaat stromen. Klinkt dat gek? Of zeggen jullie van, nou. De laatste jaren kijk ik veel interviews van mensen die nabij de doodervaring hebben gehad. Ik weet niet of jullie die ook wel eens bekijken. Er zit veel kaf tussen het koren hoor. Er zijn ook veel verhalen waarvan ik denk van. Maar als je eenmaal dat weet te onderscheiden, dan merk je dat er steeds meer mensen zijn die aan gene zijde zijn geraakt. En die terugkomen met boodschappen die voor een publiek als ons het ontzettend handen en voeten geeft. Dat is wel een beetje abstract, hè? Als Jezus zegt van kies gewoon elk moment dat je merkt dat je van streek raakt, dat je voor niet liefde wil kiezen. Verhef je dan boven het slagveld. Bezie wat er eigenlijk in essentie aan de hand is, namelijk helemaal niks, en kies dan voor liefde. En zo kom je uiteindelijk terecht in de werkelijke wereld. En ik heb me altijd bij het lezen van de cursus afgevraagd, de werkelijke wereld. Hoe is dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ervaar je dat? En die verslagen van de mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, die maken het zo ontzettend concreet. Dat het niet alleen maar mooie theorie is in een spiritueel boek, wat zich alleen mentaal op het psychologische aspect richt. Het wordt zo tastbaar als je ze hoort beschrijven. Want wat beschrijven ze? Ze liggen in een ziekenhuis. Op de intensive care. Met 50 tot 100 botbreuken. In coma. En ze verlaten hun lichaam. Hebben mensen hier in de zaal wel eens een buitenlichamelijke ervaring gehad? Ja, zie je wel. Dat komt wel voor. Buitenlichamelijke. Ze verlaten hun lichaam en ze bezien de operatie vanaf een plek. Maar dat niet alleen. Ze hebben 360 graden visie. En ze kunnen alle gesprekken volgen, alle dingen zien waar ze hun aandacht op dat moment op richten. Ze kunnen gesprekken horen die de arts met hun echtgenoot of vader voert. 4 kamers verderop.
terwijl ze daar worden geopereerd. Ik denk, hé, ik zit dus niet, ik ben niet dit lichaam. Ik ben dit lichaam niet. Maar het wordt nog veel mooier. Als ze op een gegeven moment echt in die werkelijke wereld komen, hetzij door zo'n lichttunnel waar we nou vaak over horen, maar dat hoeft niet eens altijd het geval te zijn, kan ook op andere manieren. Dan komen ze, ik vat het maar samen zoals ik het een aantal mensen onafhankelijk van elkaar steeds heb horen zeggen, in een portaal helemaal gemaakt van licht, van liefdeslicht. Ze zijn zelf ook nog maar een energielichaam. De omgeving om hun heen met prachtige bomen en velden en weiden is alleen nog maar gemaakt van energie, van liefdesenergie. En dat stroomt. Er is op dat moment alleen maar liefde. En ze merken dat ze zelf ook die liefde zijn. Maar ze ervaren zich nog wel als de persoonlijkheid die ze in deze wereld waren. En dan beschrijft Jezus dat als wij op een gegeven moment totaal kiezen, elk moment van de dag voor die liefde, dat wij die brug naar die wereld gaan bereiken. En dat de groene weiden uitgestrekt zullen zijn. Nou, ik heb in meerdere van die interviews die mensen gewoon echt horen zeggen over die groene weiden. En wat zeggen ze ook? Waar je daar bent, dat voelt veel echter aan dan hier. Ik denk, nee, mijn God. Het voelt veel echt. Daarbij vergeleken, zeggen ze dan, daarbij vergeleken is wat wij hier meemaken nu een droom. Ik denk, nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Als we in de cursus lezen dat deze wereld een droomwereld is die God niet heeft gemaakt. Die we zelf hebben verzonnen. We zitten hier met z'n... Ik spreek nu tegen jullie in de droom van de tijd. De tijd die 14 miljard jaar geleden begon. Met de oergedachte van het ego dat hij los van God zou kunnen bestaan. En het angst daarvoor zich in miljarden stukjes ging fragmenteren om de bestraffing van God maar tegen te gaan. Ha ha ha. Wat de oerknal was. Die oerknal weten we wel dat die is gebeurd. De tijd is ooit begonnen. En de tijd gaat ook weer eindigen. Het is allemaal een droom. En de mensen die daaraan gene zijde zijn, die zeggen allemaal, het voelt daar veel echter dan hier. En het zijn ook geen hallucinaties. Je hoort de onderzoekers die hiermee bezig zijn met dit veld, die zeggen als je verhalen hoort van hallucinerende mensen of van psychoten, schizofrene mensen, dat is van een heel andere orde dan de verhalen die deze mensen terugnemen. Mee terugnemen naar de wereld. En ze horen daar ook vrijwel altijd een stem die je niet gaat tegenspreken. Ik vertel het wel eens tegen mijn zoon, dan zegt hij van nou, als ik daar kom, dan zal ik God wel eens even de waarheid vertellen. Nee jongen, dat ga je niet doen. Dat ga je echt niet doen. En wat krijgen ze dan? Dan krijgen ze een levensfilm. Levensfilm. Alle scènes uit hun hele leven worden weer voor hun ogen afgespeeld. En het is een soort evaluatie van hoe je deze incarnatie in dit lichaam hebt besteed. Zonder oordeel. It was done out of love, hoor je steeds. Er wordt je met liefde aangeboden. Geen enkel oordeel, hoe slecht je het ook hebt gedaan. En waarom? Omdat alle daden die je hier doet, alle negatieve, door de Heilige Geest gebruikt kunnen worden ten behoeve van het grote ontwaken. Ten behoeve van het einde van de tijd. Dat betekent dat niet alleen Mandela en Gandhi daar zijn verwelkomd, aan gene zijde. Maar Hitler en Stalin ook. Als wij hier zo zitten, kunnen we ons dat nauwelijks voorstellen. Alle daden dragen bij uiteindelijk aan les 292. Een gelukkig einde staat voor alles vast. Alles draagt daaraan bij. Wij kunnen dat vaak niet zien. Hoe kan de moord op tientallen miljoenen mensen nou bijdragen aan het grote ontwaken? Dat gaat ons voorbij. Dat kunnen wij niet bevatten, maar wij kunnen het hele grote plan ook niet overzien. Er zijn mensen die zeggen, ik kwam mijn overleden zusje tegen die maar 4 jaar is geworden. En ik besefte ineens dat haar rol hier in die 4 jaar is geweest om het spirituele bewustzijn van degene om haar heen, haar ouders, haar familie, op een hoger plan te brengen. En dat is ook gebeurd. Zij heeft haar rol perfect vervuld.
zij was hier maar bedoeld om 4 jaar te zijn. Sterker nog, we leren daar uit dat soort interviews dat wij niet ongewillig in een volgende incarnatie worden gegooid. We stemmen ermee in. Het is zelfs zo dat wij onze ouders kiezen voordat we geboren worden. Onze ouders hier. Krijg je allemaal te horen van die mensen. En onafhankelijk van elkaar. Uit alle culturen. Mannen, vrouwen, hoogopgeleid, laagopgeleid. Maakt niet uit. Ze vertellen bijna allemaal hetzelfde verhaal. Natuurlijk zitten er ook heel veel verschillen in. Mensen die eerst in een donkere ruimte hebben gezeten voordat ze het licht zagen. Die gewoon moeite hadden om het licht waar ze naartoe werden getrokken, om dat te aanvaarden. Je moet het zelf aanvaarden. Als ze er eenmaal zijn, is het altijd dezelfde ingrediënten. En die werkelijke wereld waar ze dan zijn. Ik dacht, nou, dan hebben we een kijkje in de hemel, hè? Dan weten we hoe de hemel eruit ziet. Nee, ook dat blijkt niet zo te zijn. Het is een persoonlijk voorportaal wat speciaal voor jou gemaakt wordt. Als je straks over een aantal jaar je eigen lichaam aflegt en je komt in dat portaal, dan is dat speciaal voor jou gemaakt. En je krijgt je levensfilm te zien om voor jezelf te concluderen: oké, dit heb ik goed gedaan. Iedereen heeft momenten van uitingen van liefde in zijn leven. Die krijg je daar straks allemaal weer te zien. Iedereen heeft ook momenten waarin die denkt, had ik misschien anders kunnen doen? Had ik misschien liefdevoller kunnen doen? Die krijg je ook te zien. Pas na het voorportaal, als je besluit niet meer te incarneren, als je dus zelf de wens niet meer hebt om nog afgescheiden te zijn van God, nou zover zijn we denk ik nog niet, maar we zijn wel verder dan 99,9% van de bevolking, hè, hier in deze zaal. Wij zijn verder, maar we zijn nog niet 100%. Even los van het feit dat er helemaal geen anderen zijn natuurlijk. Maar het zit er dik in dat als je je levensfilm gezien hebt en de keuze wordt voorgelegd, dat je zegt, nee, ik wil toch nog een keer opnieuw proberen. Ik denk toch dat ik gelukkig kan worden door afgescheiden te zijn van God. Ik wil het toch nog een keer proberen. En God heeft al zijn schepping geschapen met vrije wil. En dat wordt gehonoreerd. Dus je wordt opnieuw geboren. 20, 30 jaar later. En dan mag je weer een keer door die lagere school waarin je gepest wordt. Maakt niet uit, we doen het onszelf aan. En het is helemaal niet erg. Jezus wacht wel. Een gelukkig einde van alle dingen staat vast. Wanneer de tijd een eind komt maken aan jouw twijfelen, wanneer je definitief de betere keuze maakt, staat al vast. Als ik straks mijn lichaam verlaat en ik besluit om nog een keer te incarneren, weet Jezus al lang. Die staat aan het eind van de tijd. Die weet het al lang en die glimlacht en die houdt van me, net zoals die van ons allemaal houdt. En die is bij ons. Het is onze oudere broer. Die zegt, je mag jezelf kruisigen zo vaak je wilt. Ga je gang, je bent vrij. Ik ben niet krachtiger dan jouw wil. Als jij nog een keer wil incarneren, ga jij nog een keer incarneren. Be my guest. En alleen de mensen die nabij de dood ervaring hebben gehad, nabij de dood, die komen weer terug om hun verhaal te vertellen. En ook dat is niet voor niks, hè. Het is niet toevallig dat iemand terug wordt gezonden om zijn verhaal hier te komen vertellen. Het draaiboek is geschreven, hè, staat er in les 158. Er is een plan achter alle gebeurtenissen dat niet verandert. Het draaiboek is geschreven. Deze mensen die terugkomen, die delen hun ervaring met de rest van de wereld. Voor degenen die er klaar voor zijn, zodat die, zoals één man, het raakt me weer als ik aan denk. Één man die terugkwam, die had zijn levensfilm gezien en die zegt, als ik mijn vader in de hemel weer zie, mijn schepper, omdat die definitief overlijdt, wil ik een beter rapport laten zien. En ik dacht, waarom moet je daar nou bij de doodervaring voor hebben? Ik kan nu elke dag eraan werken dat als ik mijn vader in de hemel zie, wat onvermijdelijk een keer gaat gebeuren, dat ik een goed rapport heb. Dat ik niet vast blijf houden aan allerlei wrok en rancune en meningen over anderen die mij niet bevallen. Dat ik inderdaad, we hadden het net gezegd, aan zelfvergeving heb gedaan.
Dat ik heb gezegd, ik zie dat ik niet heb gezondigd. Ik zie dat ik niet schuldig ben. God is niet boos. Het allermooiste verhaal in de Bijbel vind ik het verhaal van de verloren zoon. Hè? De prodigal son. De verkwistende zoon. Die staat symbool voor ons allemaal. Hè? Die dacht, die had zijn vader verlaten. Dat hebben wij allemaal, denken we. Om de wereld in te gaan. Om daar niets van waarde te vinden. Wat vinden wij hier van waarde? Behalve dan de liefde voor onszelf en de medemens. Een groot huis, grote auto, mooie baan, carrière, erfenis. Vinden hier niets van waarde. De zoon had zijn vader verlaten voor niets van waarde. En keerde beschaamd terug. Omdat hij dacht dat zijn vader wel even een lesje zou leren. Dit hebben wij verstopt, hè, hier. Daarom blijven we ook nog zo gehecht hieraan. Want we denken, als we terugkeren, dan ga ik wat te zien krijgen in mijn levensfilm. Alle slechte dingen die ik heb gedaan. En wat bleek nou? En dat maakt het verhaal zo mooi. De vader was dolblij dat de zoon terugkwam. Want het was de enige schat die hij had. Hij wilde niks anders. En zo is het met ons allemaal. Zolang wij nog niet beseffen dat we daar nu al zijn, natuurlijk. Ook voor de mensen die hier nieuw zijn, nog even de samenvatting. De cursus die komt tot ons op twee niveaus. Hè? Het ene niveau is het metafysische, waarin die steeds zegt, er is geen tijd en we zijn nu al thuis bij God. Wat de enige waarheid is, overigens. Los van onze zintuigen, onze ogen en oren. Maar dat is niet behulpzaam, omdat blijvend in je bewustzijn te houden. Daarom komt de cursus ook op niveau 2. Namelijk hoe wij ons altijd hier nog wanen, gevangen in tijd en ruimte en in een lichaam. Op dat niveau worden we elke dag wakker, eten we en werken we en gaan we weer slapen. En op dat niveau kunnen we leren onszelf te observeren boven het slagveld. En te zien wat we aan het doen zijn. En de betere keuze te maken. En op een gegeven moment, als we dat lang genoeg en vlijtig genoeg doen, gaan we beseffen dat niveau 1 de enige waarheid is. En tot die tijd zijn we daar gewoon nog niet. En ik merk dat de interviews met mensen die nabij de doodervaring hebben gehad, zijn ontzettend behulpzaam om de cursus, althans voor mij heb ik gemerkt, om die veel levendiger voor me te zitten. Hij maakt het echt concreet in de zin van, het zijn niet alleen maar mooie filosofische hoogstandjes. Het is heel dichtbij. Het is echt zo. Die mensen komen trouwens terug, hè, in het ziekenhuis. Volledig genezen. Bijna zonder uitzondering. Anita Morjani, die stadium 4 kanker had en op sterven lag. Volledig genezen binnen een paar weken. Nancy Rines met bijna 100 botbreuken in de rug. Volledig genezen. En dan vraag je aan de chirurgen of ze dat wel eens hebben meegemaakt. En bijna allemaal antwoorden ze, ja, dit komt zeker voor. Alleen ik praat er niet over, want ik loop risico mijn licentie kwijt te raken. Dus ze halen hun schouders op en ze blijven er stil over. En we horen er nooit wat over. 99% van de bevolking die hoort nooit over dit soort wonderlijke genezingen. Maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Er valt niets te vrezen. Dat is een van de lessen in het werkboek. Er wordt echt voor ons gezorgd. En in het handboek in vraag 4 lezen we dat alle gebeurtenissen, situaties, ontmoetingen zijn behulpzaam. Nou kan je verzekeren dat ik dat niet dacht toen ik van mijn fiets viel, hoor, 4 jaar geleden, op een ijzeren hekje. En pas nu zie ik, 4 jaar later, dat mijn aandacht voor innerlijk lichaamswerk wakker heeft gemaakt. Dankzij een osteopaat, dankzij een andere therapeut die zegt van, ken je jezelf van binnen? Nee, dat hart en die organen, dat werkt allemaal wel. Hoezo ken je je eigen lichaam van binnen niet eens? Het is, die val heeft mij op lichamelijk energiewerkniveau weer flink wakker gemaakt. Mijn auto-immuunziekte, toen ik 29 was, Graves' basedow,
waar ik 4 jaar later vanaf kwam dankzij Ayurveda en Transcendente Meditatie. Die heeft de cursus in wonder op mijn pad gebracht in 2004. Nou kan je vertellen, als je met een veel te snel werkende schildklier zit, dan voelt dat niet als behulpzaam. En toch merk ik, ik hoor het van heel veel mensen hoor, een ernstige lichamelijke, spirituele of energetische crisis blijkt 10 of 20 jaar later, of blijkt later, echt een cadeautje te zijn geweest. Alle gebeurtenissen, omstandigheden en ontmoetingen zijn behulpzaam. En dan zegt hij er ook nog even bij, het vergt heel wat leerwerk eer begrepen wordt dat. En ja, dat klopt inderdaad wel, ja. Er valt niets te vrezen. We zijn allemaal op weg naar een thuis, op een reis zonder afstand. Ik hoef mezelf niet schuldig te voelen dat ik daar nu nog niet ben. Alleen maar op niveau 1. En dat ik mezelf niet meer in een lichaam terug wil voelen. Ik hoef me daar niet schuldig over te voelen. Ik hoef me ook niet schuldig te voelen over het aanvallen en verlaten van God. Want dat heb ik niet gedaan. Ik ben niet schuldig. Niemand hier is schuldig. Ook Poetin is niet schuldig. En Thierry Baudet en Mark Rutte en noem ze allemaal maar op. Ja, het bevalt ons misschien niet wat ze in deze materiële wereld doen. Maar ze zijn net zo goed zoon van God als wij allemaal zijn. Dat betekent dus niet dat we voortaan alle rechtbanken en gevangenissen gewoon afschaffen omdat iedereen de zoon van God is. Maar dat zou je dan denken. Iedereen is toch de zoon van God met hetzelfde licht? Nou, dan hebben we ook geen rechtbanken en gevangenissen meer nodig. En dat is wat Ken Wapnick steeds terecht aanhaalde als die niveauverwarring. Ja, op niveau 1 zijn jij en ik en Rutte en Poetin en Baudet en noem ze allemaal maar op. Iedereen die jou niet bevalt, allemaal dezelfde zoon van God. Allemaal evenveel waard. We worden allemaal terug verwelkomd in die groene weide in de werkelijke wereld. Want alles wat we hebben gedaan draagt op zijn eigen manier bij aan het grote ontwakingsplan wat nu gaande is. Dat betekent nog steeds dat ik het echt niet eens hoef te zijn met wat er allemaal gebeurt, wat voor besluiten die mensen allemaal nemen. En dan zegt Jezus in de cursus in wonderen, let wel hè, als jij je gewaar wordt van een haatgedachte jegens zo'n president, minister-president, is het enige wat je hebt te doen, is naar je eigen duisternis kijken. Want er zal nooit vrede zijn in de wereld, zolang we menen dat er buiten ons iets gefixt moet worden. Er zal nooit vrede zijn in het Midden-Oosten of tussen Amerika en Rusland. Het enige waar je aandacht aan te besteden hebt, is je eigen duisternis. Dat is het enige waar je wat aan kan doen. Dat is het enige probleem. In het Oosten wordt het begrip karma dan altijd bijgehaald. Hè? Je incarneert zolang je nog duistere karma hebt op te lossen. Duistere gedachten, negativiteit, haat, aanval, wrok, rancune. En je stopt met incarneren zodra je karma is opgeruimd. Zodra je alleen nog maar voor liefde kiest. En gun jezelf alsjeblieft geduld. Dat zeg ik ook vooral tegen mezelf. Hè? Hoe vaak ik de afgelopen 20 jaar niet heb gedacht, Maar ik wil morgen alleen nog maar voor liefde kiezen. Morgen. Vandaag eigenlijk. Iedereen doet het op zijn eigen tempo. Wees alsjeblieft mild met jezelf. Want het gaat, wanneer de tijd een eind komt maken aan je twijfelen, het staat al vast. Het hoeft niet sneller. Het hoeft niet anders te zijn dan dat het nu is. Waar je nu bent, is waar je bedoeld bent te zijn. En het is goed. Je mag van jezelf houden. Ik vond dat zo mooi. Anita Modjani kwam terug uit de nabij de doodervaring. En ze zei, ik heb een paar lessen meegekregen. Les nummer 1. Hou van jezelf. De meeste mensen hier die hebben geen idee wat het betekent om van zichzelf te houden. En wij lezen in de cursus dat we allemaal liefdevolle zoon van God zijn. En toch houden we hier nog aan vast. Aan deze duisternis. Onderin de ijsberg, dat we ons schuldig voelen, omdat we denken dat we God verlaten hebben. Ook al lezen we steeds opnieuw elke dag dat we niet schuldig zijn. Omdat het zo eng is, omdat
individuele, autonome, speciale persoonlijkheidje los te laten. Zoals Joe Dispenza altijd zegt in zijn boeken, schrijf eens op een A4'tje. Of denk er eens over na, wie zou je zijn zonder je problemen? Ja, we weten het niet. Ook je negatieve eigenschap is wat mij als persoonlijkheid nu definieert. Dat wil ik niet kwijt. Onbewust. Totdat ik uiteindelijk besef dat de pijn te veel wordt. En ik me besef dat er een betere weg moet zijn. Niet maar steeds meer vasthouden aan dat eigen zelfje. Maar toelaten dat er een betere gids in mijn hoofd komt voor mijn gedachten. Die niet mijn werkelijke gedachten zijn. En dan merk ik, dat heb ik zelf echt concreet ervaren, en ik denk vrijwel iedereen hier in de zaal, hoe meer je loslaat en toelaat, het principe van Otto Scharmer, letting go, letting come, loslaten en toelaten, hoe meer je dagen gaan stromen. Ik dacht in het begin, toen ik zelfstandig adviseur werd, dat ik aan acquisitie moest gaan doen. Acquisitie, want de hypotheek moet toch betaald worden. De laatste 5-6 jaar van een cursus in wonden doe ik helemaal niets meer aan. En er komen precies het werk op mijn pad wat voor mij bedoeld is. Nou, dat en die ervaring hoopt Jezus dat we die gaan zien, dat het komt door onze eigen keuze voor liefde. Niet omdat ons dat nou als beloning wordt toebediend van wat ben je een goede spirituele leer. Nee. Doordat ik voor liefde kies, komt liefde op mijn pad. En zijn het precies de dingen die ik op dat moment kennelijk te doen heb in dit aardse leven. Hoe lang ben ik al bezig? Want ik heb altijd de neiging om op een gegeven moment te gaan ratelen. Hè? Hoe laat is het? Kijk eens aan. Nou, dan maak ik nu even het stapje naar het boek. Want dat zou het thema zijn. De stem van de eenheid. En dan is daarna ruimte voor de wat verdiepende vragen. Dan hopen we zo rond 3:30 af te sluiten met de lezing. Waarna er natuurlijk nog gelegenheid is om samen te zijn. Een jaar of 3 geleden kwam een manuscript op mijn pad. Dank Robert Visser. Genaamd Het niet-persoonlijke leven. Ik had er nog nooit van gehoord. Uit 1914 maar liefst. 1914. Opgetekend door Joseph Banner. Uit een schoolhoofd in Amerika. Die meende direct door God gedicteerd te worden. Nou ja, dan denk je, ja, het zal wel. Hè. Hoeveel hebben daarvan in de wereld? Die denken direct door God gedicteerd te worden. Maar goed, het sprak mij, ik denk het niet persoonlijk, het onpersoonlijke leven heette toen, het onpersoonlijke leven. Ik denk, nou, dan maar eens even lezen. En nou ja, mijn mond lag de hele tijd open, omdat ik eigenlijk een andere versie van de cursus in wonderen las. Ik denk, wat bijzonder, dit is uit 1914. En elk hoofdstuk wat ik lees, het zijn 18 hoofdstukken. Het is ook uitgegeven onder de auteur Anonymous. Omdat Joseph Banner iets had van, ik ben hier niet de auteur van. En elk hoofdstuk wat ik las, dus kwamen allerlei cursuscitaten in me op. Ik denk, maar dat staat daar in de cursus. En dat staat daar in de cursus. Ik denk, verdorie, het is gewoon dezelfde stem. Het is dezelfde stem die in de jaren 60 aan Helen Schuckman de 1500 pagina's heeft doorgegeven die in Cursus in Wonderen zijn gebeurd. En toen bedacht ik me, ja, dit is natuurlijk niet zomaar het tweede werkje. Er zijn natuurlijk heel veel werken. De meesten hier kennen de Bhagavad Gita uit het oude India ook wel. Ademt dezelfde sfeer uit. Hè? Een heel andere vorm natuurlijk, voor een heel ander volk. Maar de stem erachter is eigenlijk hetzelfde. En voordat ik het wist, was ik bezig aan een hertaling van het originele Engelse manuscript. Want ik wil natuurlijk boeken altijd in de oorspronkelijke taal lezen. Dus dat Nederlandse bestand wat ik had gekregen van het onpersoonlijke leven, ben ik gelijk op zoek gegaan naar het Engelse origineel. En ik merkte dat ik de Nederlandse vertaling, die beviel mij niet. Sowieso dacht ik al van, hoezo het onpersoonlijke leven? Dat is net zoals Jezus het in de cursus het verschil heeft tussen waardeloos en zonder waarde. Zonder waarde is heel neutraal. En waardeloos, ja, dat is een beetje waardeloos, weet je wel. Er zit een soort negatieve bijsmaak aan. Ik denk, hoezo onpersoonlijk vond ik geen prettige term. Dus ik heb er het niet-persoonlijke leven heb ik ervan van gemaakt. Heel arrogant, het dacht beter te weten.
En ik ben het boekje gaan vertalen. Helemaal opnieuw. En op verschillende plekken tijdens die hoofdstukken merkte ik dat ik het cursusboek opensloeg. En nou, het was echt te eng voor woorden dat ik gewoon precies op het citaat kwam. Want ik dacht van, ja, dat past hierbij. Dus het is een boekje geworden waarin het niet-persoonlijke leven volledig opnieuw hertaald is. En ook integraal. Dus de hele tekst die komt erin voor. Maar net als Ken altijd deed, worden allerlei citaten uit de cursus die op dat moment relevant zijn, die vind je er tussendoor. Dus het is een soort mixed bag geworden, zeg maar. Een soort mengsel van de boodschap uit 1914 en de boodschap uit de jaren 60. En dan merk je ook wel het verschil in vorm, hè? Want in 1914 was Freud nog volop bezig met het optekenen van al zijn psychologische inzichten, die zo belangrijk zijn in een cursus in wonderen. Een principe als projectie, dus wat ik in mezelf niet zie, dat dicht ik anderen toe. Dus al het kwaad is buiten mij. Dus ik ben niet slecht, maar iedereen in de wereld is slecht. Dus het is een bedreigende wereld. Wat Freud zo briljant heeft beschreven, was in 1914 nog helemaal niet breedbekend onder de bevolking. Laat staan de metafysica van de kwantumfysica. Dat is in 1914 nog helemaal niet bekend. In een gemiddeld gezin in 1914 was de Bijbel nog centraal. Heel andere tijd dan de hippietijd van de cursus in wonderen. Laten we wel zijn. Dus dat verschil, dat merk je als je de manuscripten leest. Maar dat is allemaal vorm. De inhoud erachter, dat is zo ontzettend dezelfde stem. En wat mij nou fascineerde, is dat de stem gelijk al ons verzekert dat het de stem van Jezus, van de Heilige Geest, van God en van je ware zelf is. En dat het allemaal hetzelfde is. He, zoals Jezus ook zegt in de cursus, God is niet ver. God is niet een of andere lichtbol ergens hoog in de hemel. God zit gewoon in jou en mij. Ik zeg altijd graag, langs de snelweg zag je dat 15 jaar geleden. God is liefde stond er zo. God is liefde. Ik denk dat moet je vervangen door een is-teken. Het is niet zo dat liefde een kenmerk is van God. Nee, God is liefde. Probeer maar eens een hoofdstuk uit de cursus in wonderen te lezen, terwijl telkens wanneer je het woord God ziet, daar gewoon liefde voor leest. Dat kan heel verrassend zijn. Dat ze zeggen van, en dan denken we dat God weent om zijn kinderen. Dat liefde weent om zijn kinderen. God is gewoon liefde. Dat hebben we allemaal in ons. Maar goed, dus ik merkte die stem in het niet-persoonlijke leven, die is heel direct en ook over wat er voor ons geregeld wordt als wij voor negativiteit kiezen. Alles wat wij doen als niet-liefde kan door de Heilige Geest worden aangewend om te helpen in de grote ontwaking. En dan geeft hij een mooi voorbeeld. Je zegt hij in hoofdstuk 12 is dat. Dan zegt de stem, misschien denk je er wel eens heimelijk aan om de partner die je nu hebt, heimelijk denk je wel eens aan om die te verlaten voor een partner die veel meer op jou lijkt. Heb je daar wel eens aan gedacht? Waarom heb jij nu de partner die je nu hebt? Waarom zoek je niet een andere? En het antwoord is, wees ervan verzekerd dat als jij een partner zoekt die spiritueel net zo begaan en meelevend is als jij zelf, dat het je opgeblazen ego alleen nog maar verder opblaast als een ballon en je 10 jaar langer nodig hebt om tot dezelfde spirituele verlichting te komen. Terwijl een partner waaraan je ergert, is de ideale partner om echt spiritualiteit te gaan beoefenen, namelijk vergeving. Nou, ik las dat, ik dacht, wat mooi zeg, wat prachtig. Dat heb ik gelijk zelf ook toegepast natuurlijk. Op mijn vrouw die helemaal niets van spiritualiteit wil hebben. Maar het vervolgens wel doet als ik hoor hoe ze als juf op de basisschool met kinderen aan de slag is. Dus ik denk, jij hebt dat boek ook helemaal niet nodig. Maar zo'n stem die maakte dat in dat manuscript ontzettend duidelijk. En dus denk ik dat het juist de combinatie van het boekje. Ja, je kan vanuit ego zeggen, hoezo ga jij nou twee paden vermengen? Dat is toch helemaal niet zuiver? Heb je niet genoeg aan een cursus in wonderen alleen? Tuurlijk, dat is voor iedereen weer anders. Als het boekje bij jou niet resoneert en zegt van, ik heb genoeg aan een cursus in wonderen, het is uitstekend. Ik heb echt wel het idee, hier,
hier in het hart, dat er mensen zijn die baat zouden hebben bij de combinatie van de boodschappen die deze enezelfde stem, die onze eigen ware stem is, de stem van God of Jezus, Heilige Geest, is onze eigen ware stem, los van het persoonlijkheidje, los van het vleesje, wat die ons in die combinatie te vertellen heeft. En als ik nogmaals zie hoe snel dat combinatieproces is gegaan, met het openslaan van de cursus en dat is hem. Dan heb ik ook het gevoel dat het boekje echt heeft willen gebeuren. Dus je bent van harte uitgenodigd straks om het boekje door te bladeren. Het ligt daar op de tafel en direct aan te schaffen of via de website van de uitgever. De uitgever die zit hier ook in de zaal. Ja. Is het nou geen opluchting? Ik kan jullie echt van harte aanraden om... zoek op YouTube maar eens naar het kanaal van Anthony Cheen. Dat is C-H-E-N-E, Cheen. Dat is een Fransman, eigenlijk moet ik zeggen Chene, denk ik. Hij woont in het gebied van de Kataren, niet heel toevallig, denk ik dan weer. En hij doet elke maand of elke twee maanden een interview met iemand die een nabije doodervaring heeft gehad. En het is altijd authentiek bij hem. Het is nooit commercieel of opschepperig of zo. Het is altijd authentiek. En er zitten daar een aantal interviews tussen die mij echt tot een dieper besef hebben gebracht van wat nou die werkelijke wereld is waar we straks, als we dit vleesje afleggen, waar we heen gaan. Anthony Cheen, C-H-E-N-E, op YouTube. Bijvoorbeeld het interview met Nancy Rines, die zit gewoon, of was het nou Penny Whitbread, een van die twee, die zit gewoon zelf in de ziekenhuiszorg. Dat is niet zomaar iemand, dat is gewoon iemand die zit in dat zorgsysteem. En die maakt dat dan zelf mee. Het is gewoon 100% overtuigend. Dus wat Jezus daarna zegt over die werkelijke wereld en die groene weiden, en wat ons te wachten staat als we daadwerkelijk steeds vaker voor liefde kiezen, wordt daar beschreven. Zeg Jan-Willem. Ja. Hier moet je zijn. Ja. Die interviews, worden die ondertiteld of is het Franstalig? Dat is voor sommige mensen wel interessant. Het Engels? Het is Engelstalig, maar ja? Ik heb er al drie zelf van vertaald. En die ondertiteling staat gewoon live. Dus je kan bij drie interviews met Scott Drummond, met Nancy Rines en Penny Whitbread. En trouwens, de vierde is Malcolm Nair. Vier interviews bij hem heb ik vertaald voor hem. En die heeft die ondertitels ook live gezet. Dus die kan je gewoon in het Nederlands volgen. Oké, dankjewel. Ja. En overigens, als iemand geïnteresseerd is om meer te weten over nabije doodervaringen. We hebben in Nederland ook een netwerk NDE. Een netwerk nabije doodervaringen. Waar uiteraard Pim van Lommel, bekende naam, in het bestuur van zit. Dus die zijn ook gewoon op internet te vinden. Nou, ik merk dat ik langzaamaan eigenlijk wel richting een afronding van mijn verhaal kom. Nou ben ik benieuwd of er vragen van jullie kant zijn. En mag dan de microfoon die kant op? Ja. Ben ik hier niet eens meer aan toegekomen. Volgens mij staat in het cursusboek ook een vraag over reïncarnatie. Ja. En is de cursus daar niet echt... geeft daar niet echt een antwoord op. Dan blijft hij buiten en zegt hij eigenlijk van... het geloof in reïncarnatie jou dichter en sneller naar een verlossing kan brengen, dan is dat prima. Maar eigenlijk zegt hij niet, het is waar of niet waar. En ook die vraag zijn eigenlijk twee vragen. Wat je inderdaad vaak hoort van mensen met een bijna doodervaring. Van ja, ik heb gekozen voor die ouders. Mm-hmm. Ja, dan denk ik, wie kiest er dan? Want dat ikje is er toch niet? Dus ja, dat zijn dingen, misschien kan je dat uitleggen. Ik begrijp dat niet helemaal. Oké, goeie. Dus ik hoor twee vragen. De eerste is, wat zegt de cursus nou eigenlijk over reïncarnatie? En het tweede is, hoe zit dat nou eigenlijk met het kiezen van je ouders? Want wie is het dan die kiest? Nou, de eerste is heel snel beantwoord. Want Jezus neemt in een cursus geen definitief standpunt in over reïncarnatie. En waarom niet? Omdat hij zegt, in geen geval zou het nadenken over, is het nadenken over reïncarnatie behulpzaam voor je verlossing nu. Of jij nou van alles hebt beleefd in vorige levens of nu,
Dat maakt niet uit. Het enige wat je hebt te doen is nu voor liefde kiezen. Hij hint er overigens wel een paar keer op. Hè. Er staat, op een gegeven moment zegt hij, je zult komen om weer te gaan en weer terug te keren. Nou, dat hint heel erg stevig op reïncarnatie. Maar hij zegt inderdaad expliciet, voor je verlossing nu is van belang dat jij leert je duisternis te zien en weer voor liefde te kiezen. En dan is reïncarnatie totaal irrelevant voor. Nou, hoor ik iemand? Nou. Ik weet niet of mensen het Seth-materiaal kennen. Daarin zegt de stem, alle incarnaties gebeuren nu. Hè? Alle incarnaties gebeuren, want er is namelijk alleen maar nu. Het is één droom, maar er is ook geen tijd. Alles wat verleden is, het is wat we hiervan hebben onthouden. En dat is nooit wat er precies is gebeurd. Het is natuurlijk een verwrongen beeld van wat wij denken dat het verleden was. Er is alleen maar nu. En alle incarnaties gebeuren nu. Dus in die zin, ja, ik heb zelf ook een aantal reïncarnatiesessies gedaan. Dat is machtig. Dan kom ik terecht in de 16e eeuw, in de tijd van Michiel de Ruiter. Ik kan het iedereen aanraden, het is machtig. Nou, echt serieus, het is fantastisch. En wat je dan meemaakt, dan ga je ook zien wat je relevantie ervoor is in de lessen die je nu nog te leren hebt. Maar als je niet in reïncarnatie gelooft en je houdt je er niet mee bezig, kan je net zo goed het ontwakingspad volgen wat Jezus ons graag ziet volgen. Dus in die zin hoef je niet met reïncarnatie bezig te houden. En als je dat wel interessant vindt, dan doe je het wel. Even gezien de tijd, vraag 2. Hoe zit het nou met het kiezen van je eigen ouders? Wie is het dan die kiest? Nou, in elk geval niet het geconditioneerde ikje die door de kleuterschool en de lagere school is gegaan en die allerlei pijn heeft ervaren doordat hij slecht is behandeld. Misschien wel verwaarloosd, misbruikt. Dat is natuurlijk niet degene die toen heeft gekozen. Degene die kiest, ja, en het woord ziel komt niet voor in een cursus in wonderen, maar er is natuurlijk een keuzemaker in onze denkgeest, dat woord dan wel gebruikt, die ervoor kiest om op een bepaald tempo de lessen van liefde van Jezus te leren. En die kiest, dat is ook degene die ervoor kiest om straks, als ik het lichaam afleg, nog een keer te gaan incarneren. En die kiest de ouder. Dus dat is niet wie ik nu denk dat ik ben als je Willem van Aalst. Dat is, ja, je kan het de ziel noemen, die door al die incarnaties gaat, die honderdduizenden incarnaties. Ik heb een yogaleraar die zegt, elk mens heeft minstens 8 miljoen incarnaties meegemaakt. Ik zeg 8 miljoen. Je zou niet alleen maar als mens, maar ook als dier en als plant en zo. En in elke incarnatie groeien. Ik kom straks niet terug als hond of zo, hè. In elke incarnatie groeien. Maar dat is dus. Maar ik heb niet als in Willem van Aalst gekozen voor deze twee ouders. Dat heeft mijn keuzemaker gedaan. En pas als ik, naarmate ik leer om die pijn en rancune van het verkeerd mishandeld te zijn, anders te bezien en te kiezen voor liefde, dan wordt dat ook logischer. Dan kom ik ook weer dichter bij die keuzemaker uit, bij mijn eigen ware zelf. En nogmaals, het is heel erg abstract om er hier nu zo over te praten, hoor. Dus met degenen die de nabijdoodervaring hebben meegemaakt, die kunnen het veel beter vertellen dan ik. Dus als je echt met die vraag zit, ga die interviews die ik heb vertaald op zijn kanaal van Anthony Ching, ga die gewoon eens bekijken. Dan denk ik dat het al een stuk duidelijker zal worden. Helpt dat een beetje? Oké, dankjewel. Andere vragen? Wat ik wel eens wil weten is dat Jezus is op aarde gekomen, is op aarde geleefd, maar die had dus ook een ego. Alleen volgens mij heeft hij het ego op een hele andere manier benaderd als wat wij benaderen. Ben je het daarmee eens? Wat wil je graag weten? Nou, Jezus komt op aarde, die leeft. Dus die heeft ook zijn eigen gedachten en alles en zo. Net zoals dat wij hebben. Maar ik denk dat je het ego wel nodig hebt, maar het ligt eraan hoe je het feitelijk dus inzet. Op wat voor manier je het inzet. Mm-hmm. Je kunt dus met een ego gaan kijken van oh, ja, maar wat die me geflikt heeft, dat is niet goed. Maar je kunt ook met een ego gaan kijken van nee, uit liefdevol. Vanuit het ego gaan kijken naar liefde. Ja.
Ja. Mag ik eens als antwoord daarop een oefening met jullie doen? Is daar nog tijd voor? Een minuutje of zes? Mag dat? Ja, hè? Mag ik jullie dan vragen de ogen te sluiten? Vraag de ogen te sluiten. Dan gaan we het over deze vraag hebben. Ik wil jullie uitnodigen om eens, nou eerst even weer de zitvlak en de aarde te voelen. Dat je weet dat je enigszins geaard bent. Even die adem ook weer bewust van te worden, hoe die loopt. En dan zou ik jullie eens willen vragen om een alledaagse scène uit je leven voor de geest te halen. Eentje waarin iets opvallends is gebeurd wat jou aanvankelijk niet is bevallen. Probeer die maar eens voor de geest te halen. Je hebt hem waarschijnlijk al gekozen. Nu wil ik jullie graag even meenemen naar hoofdstuk 23 uit het tekstboek, paragraaf 4. Die heet Boven het slagveld. Boven het slagveld heet die. Mag ik jullie vragen om voor te stellen dat jullie uit het toneelpodium van deze wereld springen in het theater waar we deze wereld kunnen aanschouwen. Kortom, om de observator te worden. Dus dat je echt denkt van, ik zit hier in het theater. En op het toneelpodium voor me zie ik deze wereld, de scène die ik voor me had gehaald, die zie ik gebeuren. Alleen, ik kijk hem nu aan als observator. En ik zie wat er gebeurt en ik zie hoe mijn ego reageert. Ik zie hoe mijn ego reageert en ik boven het slagveld in het theater zie ik ook hoe dwaas het allemaal is. Dat ik me druk maak om dingen die van geen betekenis zijn. Maar als observator heb je geen mening en veroordeel je al helemaal niet. Dus je kijkt het aan. En niet alleen dat. Als observator word je ook bewust van de liefde van God. Van je eigen essentie. Je zit daar in het theater ook niet meer als stoffelijk lichaam met kleren aan, maar gewoon als lichtwezen. Eigenlijk gewoon puur als denkgeest. Puur als mind zit je daar. Als mind bekijk je naar het podium. Nu ben je de observator van je eigen kleine ego op het podium. Zonder oordeel, zonder schuldgevoel, zonder aanval, zonder veroordeel. Alleen maar kijken. En je merkt, zoals Jezus een aantal keer puntig zegt, dat je de dromer van de droom bent. Wat er op het podium gebeurt, dat is wat wij dromen. Het is niet wat God heeft bedacht. God wil alleen maar dat wij weer terugkeren als puur geest. Wij hebben die droom bedacht, wij hebben het podium bedacht. Wij spelen daar ons spel. Dat goed zal eindigen overigens. En als je dat zo eens een poosje hebt gezien, als passerby, hè, gewoon als voorbijganger, als observator, zonder oordeel, heel belangrijk, boven het slagveld. Waar veel meditatietechnieken ook van uitgaan. Niet iets willen veranderen, gewoon kijken, observeren, heel krachtig. Met de liefde van God in je. Besluit je met dit nieuwe perspectief om weer terug te gaan op het podium. En je zit weer in je lichaam. In dezelfde scène. Alleen nu met een ander bewustzijnsniveau. En je ziet je in de situatie die jou niet beviel. En je merkt, merk het maar, dat je nu de vraag kan stellen, terwijl je in je emotie zit, wat zou liefde doen hier? Wat zou liefde doen? Mooi voorbeeld van Ken Wapnick dat hij dat toepaste toen hij een inbreker betrapte in zijn huis. Wat zou liefde doen?
Maar ze met hem gaan praten. De inbreker gaf al het geld terug, liep de trap af en zei: bid alsjeblieft voor me. Niet gezegd dat je dat zelf moet doen als je een inbreker betrapt. Maar je kan altijd de vraag stellen: wat zou liefde hier doen? Misschien zou liefde in jouw geval wel iets anders doen. Maar die stem heeft altijd het antwoord. Kun je dat voelen? Nou, wil ik jullie nu weer uitnodigen om langzaam weer terug in de zaal te komen. En dan kom ik terug op de vraag die werd gesteld. Welkom terug. Hoe zat dat nou met Jezus? In het niet persoonlijke leven gaat de stem daar heel expliciet op in. Dus het is heel mooi dat die vraag wordt gesteld. De stem die zegt daar: op een gegeven moment, in het ontvouwen van mijn plan, had de tijd de fase bereikt waarin er een illustratie moest komen over het proces wat iedereen door moet maken om uiteindelijk egovrij te zijn. Die manifestatie was de man van Galilea, 2000 jaar geleden. En de Jezus die toen rondliep, dat zegt Kenneth Wapnick ook heel vaak, is niet de Jezus die de cursus heeft gedicteerd. Hè? Jezus die daar rondliep was een manifestatie van de Heilige Geest. Net zoals, ja, misschien is dat niet goed voorbeeld. Ik wou zeggen, Arten en Poes zijn ook manifestatie van de Heilige Geest. Maar Jezus liep daar natuurlijk echt rond in een lichaam. Maar, en dat benadrukt Ken ook, hij wist toen al dat hij niet zijn ego was. Hij wist toen al dat hij niet zijn ego was. En uit allerlei channelings over zijn leven kan je dan begrijpen dat hij misschien een reis heeft gemaakt naar de Himalaya en daar allerlei technieken en inzichten heeft geleerd die hij weer mee terug heeft genomen en zo zijn wonderen kon doen. Net als op het water lopen en zo en de doden herreizen, dat weten we allemaal niet. Maar er wordt ons wel gezegd, hij was een manifestatie. We weten niet eens of het de eerste manifestatie was, maar voor onze westerse wereld het voorbeeld van iemand die in een lichaam kwam, een ego had, maar wist dat hij zijn ego niet was. Wist het elk moment van de dag en dat demonstreerde aan iedereen. En je begrijpt, dat is zo bedreigend voor een ego dat hij op een gegeven moment alle gevoelens van slechtheid wakker maakt in de mensen, wat ze op hem weer projecteren, zodat hij moet sterven in plaats van zij. Dus Jezus wist ook al lang hoe het zou aflopen. Hij had deze rol in deze incarnatie aanvaard om dit lichtende voorbeeld te zijn. Alleen begrepen de mensen het nog niet. Dus volgens mij antwoordt ze op de vraag: ja, hij kwam hier in een lichaam. Daar heeft hij ook voor gekozen. Alleen hem is meegegeven in die incarnatie dat hij zich besefte dat hij niet zijn ego was en dat hij hier kwam om dat de mensen te onderwijzen, omdat we daar in de ontwikkeling van de beschaving, zal ik dan maar zeggen, 2000 jaar geleden voor het eerst aan toe waren. En dan op de vraag of je vanuit het ego naar liefde kan kijken. Ik denk dat je met liefde naar het ego kan kijken. Ja, natuurlijk ben ik nog gehecht aan Jan-Willem van Aalst hier met speciale talenten. Tuurlijk. Ga ik toch niet bevechten? Het slechtste wat je kan doen is je ego bevechten. Hè? Je ego bevechten. Contradictie in terminis, je ego bevechten. Hou van jezelf, zei Anita Morjani. Ook van het ego wat je nu nog hebt. Maar besef wel dat je verder wil op de reis. Je wil vaker de keuze voor juist gericht denken maken. Je kan zeker met liefde kijken naar hoe je ego op dit moment is. Beantwoord dat jouw vraag? Dankjewel. Ik had hier nog een vraag, die was eerst. Ja, mijn ego houdt altijd ook heel erg van schema's. Dus ik kijk ook naar dat mooie schema. Dus ik vroeg me af of je nog ruimte hebt om dat even toe te lichten. Ik zie de keuzemaker staan. Dankjewel. Wat fijn dat je dat zegt. Ik was het alweer helemaal
vergeten. Kan iedereen het zien, want het is daar misschien een beetje slecht te zien. Maar je kan na afloop ook er zelf langs lopen. Het is niet mijn plaat, het is de plaat van Kenneth Wapnick. En die laat wat mij betreft keurig zien. Ja, ik heb hem in het Nederlands vertaald natuurlijk. Maar hij laat keurig zien wat realiteit is, wat de droom is en waar we op dit moment in zitten. Alles boven de blauwe streep is waarheid. De enige waarheid is God. Voor de rest is allemaal droom. Dat wij nu in deze sessie zitten, dat is allemaal droom. Dat we geboren worden en we sterven, dat is allemaal droom. Op een gegeven moment kwam er een nietig dwaas idee. De Blue Dot heet het ook. In de cursuscommunity is de Blue Dot is legendarisch. De Blue Dot van Ken. Dus het nietig dwaas idee van de zoon van God, wat wij zijn, hè, als collectief. De zoon van God is altijd het collectief van iedereen, van al het leven samen. Die dachten, hoe zou het zijn om los te zijn van God, om zelf God te zijn? En de kwantumfysici zien dat als een kwantumgedachte of een kwantummogelijkheid. De overweging kan je wel hebben, maar je kan het nooit realiteit maken. Maar we gaan er als symbool, als model even vanuit dat er een nietig dwaas idee was, namelijk de uitbreiding van God die wij zijn. Die vroeg zich af, eigenlijk kun je zeggen, de zonnestraal vraagt zich af, kan ik niet zelf de zon zijn? En de zonnestraal denkt, ik ben de zon. Terwijl de zonnestraal helemaal geen bestaansrecht heeft zonder God, zonder de zon. En wij hebben geen bestaansrecht zonder God. Penny Witbrood in haar nabij de doodervaring, die is door God meegenomen in haar lijf. Tot op haar DNA-niveau. En hij zei tegen haar, zie je mij? En je zal het zien in het interview. Ze zegt, mijn God, je ziet dus dat God zit in elke DNA-streng van ons als licht. Niet dat hij de droom heeft gemaakt. Maar hoe komt het nou dat wij ademen en dat het hart klopt en dat maar door blijft gaan? Dat dat vanzelf gaat? Dat wij niet kunnen stoppen met ademen? God zit in ons. Zelfs in de droom. Hoewel hij de droom natuurlijk niet voor ons heeft gemaakt. Dus, nietig dwaas idee is, hoe zou het zijn om los van God te zijn? En we zouden kunnen zeggen, ja, dat is natuurlijk belachelijk, want dat kan niet. En dan was deze hele wereld hier onderaan nooit gebeurd. Maar we hebben het serieus genomen en dat is het probleem. We nemen alles zo serieus. Onze eigen individualiteit, onze eigen speciaalheid. We hebben het serieus genomen. En tegelijkertijd dachten we, oh jee, als ik inderdaad zelf God ben. Ik heb vrije wil, dus ik kan daarvoor kiezen. Ik heb me afgescheiden van God. Dan heb ik een enorme zonde begaan. Want ik heb de eenheid versplinterd. God, hier is eenheid en de eenheid is versplinterd. Die is weg. Ik heb nu en God en ik heb ik. Nou, als je het nou over schuldgevoel hebt, dat is het oerschuldgevoel van de mens. Hè? Dat we ons hebben afgescheiden van God. Dus dan zitten we hier. Vervolgens, en dan is het ego geboren. Het ego is dus het idee van afgescheidenheid van God. Vervolgens denkt het ego, de ego wil dat natuurlijk niet zien. Het is te erg om aan te zien. Ik kan niet in het volle bewustzijn houden dat ik de eenheid van God heb versplinterd. En dus projecteer ik dat weg. Hè, wat Sigmund Freud zo briljant heeft beschreven. En denken we dat God uit is op onze bestraffing. God is de evil agent. Dat is de kwade God, de toornige God die mij zal bestraffen. Omdat ik zo slecht ben geweest. Maar eigenlijk zie ik alleen nog maar dat God slecht is. Of dat God boos is in elk geval. Dus ik moet me gaan verstoppen voor God. Zodat hij mij niet kan vinden. En hoe doe ik dat? Hier krijgen we de oerknal 14 miljard jaar geleden. Door me te versplinteren in miljarden en miljarden fragmentjes. In galaxies, heelallen, planeten, zonnen, sterrenstelsels. En daarop elk brokje weer allemaal stukjes leven. En dat is de dwaze gedachte waardoor ik denk, als ik nou maar een droom maak waarin ik vanuit die oerknal een heel heelal maak, kan God mij nooit meer vinden. Belachelijk natuurlijk. Hier zitten we nu. En we hebben twee stemmen hieronderin, in onze denkgeest. Altijd maar twee stemmen. Er zijn maar twee emoties, staat in de cursus. Liefde en angst. En de rest zijn allemaal afgeleiden daarvan. Boosheid, jaloezie, depressie, is allemaal angst. Verdriet, beschuldiging, allemaal angst. Er zijn maar twee emoties, liefde en angst. En we hebben een keuzemaker. Je kan het je ziel noemen, daar kan je discussie over hebben. Maar we hebben een keuzemaker die boven het slagveld altijd kiest.
elk moment van de dag kies ik nu voor beschuldiging, aanval, haat, negativiteit, ook al is het maar een lichte irritatie. Of kies ik om mijn gedachten te laten leiden door de stem namens liefde. Het is de enige keuze die wij elk moment van de dag maken. Andere keuzes zijn allemaal daarvan afgeleid. En het wonder, wat hier dus staat, het wonder is dus de switch dat ik merk van, hé, ik kan een keuze maken. Ik wil de betere keuze maken. Ik maak hem. En ineens worden er allerlei relaties geheeld in mijn omgeving. Ik heb in mijn eigen cursusgroep, die ik samen met Willem Glaudemans deed, een jaar of 4 geleden, ook iemand gehad die had altijd ruzie met de manager op de boerderij, altijd. Totdat ze op een gegeven moment deze keuze heeft gemaakt en niet meer in de strijd is gegaan. Haar eigen keuze, alleen van haar kant. De relatie met haar manager verbeterde ziende ogen binnen weken tijd. Op zijn sterfbed heeft hij haar nog bij zich geroepen om van alles met haar te delen. Alleen maar doordat zij koos voor het wonder. Om niet meer aan te vallen. Dit is het wonder. Dit is waar een cursus in wonder ons bij helpt. Als wij nooit bewust zijn van de keuzemaker, blijven we hier gevangen. Alleen God wil niet dat zijn zoon zich eeuwig gevangen blijft houden natuurlijk. En daarom hebben we boodschappen zoals de Bhagavad Gita, zoals een cursus in wonderen, zoals het niet persoonlijke leven, zoals het setmateriaal, zoals, nou, zo zijn er een hele rits aan gechannelde beschrijvingen die ons doen helpen de betere keuze te maken. En dat begint met vriendelijkheid. Ken zij altijd, als je nou één woord wil onthouden in de cursus, naast vergeving, is het kindness, zei hij. Elke dag richt op vriendelijkheid. Hoe moeilijk is dat nou om gewoon vriendelijk te zijn tegen iemand? Gemeend vriendelijk, hè? Jezus die zegt altijd, deze woorden menen betekent niet, deze woorden zeggen betekent niets. Maar deze woorden menen betekent alles. Hè, dus ik wil hiervoor kiezen. Dat is makkelijk gezegd, maar meen je het ook? Nou, dat betekent dat als je echt je eigen gedachten vergeeft, je eigen duistere gedachten daaronder in die ijsberg, dan zie je dat het licht in ons, dat dat onze essentie is en dat het allemaal hetzelfde licht is. Het licht in mij is het licht in Poetin en in Rutte en in Baudet en in Biden en in Schwab, noem het allemaal maar op, allemaal hetzelfde licht. Even los van wat hier gebeurt, hè, want wat hier gebeurt, dat zou ik als ik Poetin was ook wat anders hebben gedaan. Of Schwab, noem maar op. Maar hier, buiten het lichaam, buiten tijd en ruimte, boven het slagveld, delen we allemaal hetzelfde licht en worden we straks allemaal verwelkomd met onze levensfilm met dezelfde onvoorwaardelijke liefde. De liefde die je daar ervaart is onuitsprekelijk. En op een gegeven moment ziet de keuzemaker dat het niks meer oplevert om nog in een apart, speciaal, autonoom, individueel lichaampje rond te lopen hier. En dan ga je alleen nog doen wat de Heilige Geest, de stem van je eigen ware zelf dus, zoals ook in het, mijn eigen boekje vaak wordt benadrukt. Heilige Geest is niet een of andere geest uit de fles die buiten ons is. Nee, het is de stem van onszelf, ons hogere zelf. Totdat je ziet van, nou, je kan nog bijdragen in de wereld om mensen wakker te maken. He, wat iemand als Christina von Dreyen doet, ik weet niet of mensen haar volgen. Volg alsjeblieft Christina von Dreyen, meisje is 22 geloof ik. Die zit echt al hier. Die zit echt al hier. En die inspireert mensen om dezelfde keuze te maken. En op een gegeven moment, als we geen enkele afscheiding meer zien, neemt God de laatste stap, hoeven wij niet te doen. En is het klaar met de tijd. Hebben we geen tijd meer. Dan is er gewoon geen tijd meer. En net zoals alles uit het verleden nu gewoon voorbij is, het enige ware wat over het verleden kan worden gezegd is dat het hier niet is, hè, staat er in de cursus, zal tijd helemaal verdwenen zijn in het niets. En zullen we er ons niets meer van herinneren, terwijl we weer als zonnestraal terug zijn gekeerd in die grote zon. Dus we maken eigenlijk, dit rondje maken we. En afhankelijk van hoe bewust je bent van je keuze maken en voor het wonder kiest elke dag, klim je gewoon steeds wat langzamer weer omhoog, terug naar wat waarheid is. Beantwoord dat je vraag? Alsjeblieft. Er was nog een vraag. Daar is een vraag.
Ik heb niet zo definitief een vraag, maar ik heb wat geschreven wat ik heel graag wil delen. Mag dat? Als het geen half uur is wel. Nee, dat is geen half uur. Het is een beetje het proces waar ik zelf in zit met cursus in wonderen en dat wil ik graag delen. En ik ben ook wel benieuwd hoe die opgevat wordt door de cursus in wonderen, zeg maar. Het gaat een beetje over waar is de liefde? Waar is de liefde? Ik zoek en ik vind haar niet. Waar is de liefde? Waar is de liefde? Ik hoor een stem. En ik hoor het in mezelf. Daar is de liefde. De liefde die ik zoek. En ze praat heel zachtjes. Ik vind het moeilijk haar te horen. Hoe graag ik naar haar luisteren wil. Haar stem is vastberaden. Haar klanken klinken in mijn oren. En ze zegt, luister goed en wees stil. Dan vertel ik je hoe je mij kunt voelen. En hoe je mij kunt zien. Hoe je mij kunt bewonderen en laten groeien. In jezelf, vanuit je hart, straal je in het licht van de liefde. De wijde wereld in, bovendien. Ja, prachtig. Dank je wel. Ja, klap maar even. Prachtig. Het doet me gelijk denken aan een citaat uit de cursus. Want je vraag was, hoe vind je dat dan terug in de cursus? Er staat ergens, ik weet niet of ik het helemaal letterlijk zeg, maar er staat, Gods liefde komt niet tot degene die haar blijven zoeken, maar slechts tot degene die bereid zijn haar te laten stromen, zeg maar. Dus het zoeken los te laten en haar gewoon te laten zijn. Dat hoor ik jou zeggen eigenlijk. Dus en wat ik ook eerder zei, het is niet nodig te zoeken naar wat waar is, naar wat liefde is, naar wat God is. Het is wel nodig om te kijken waar je zelf nog duisternis hebt. Dus het is wel nodig te zoeken naar wat onwaar is. Ik heb wel eens van die, sorry, dat is een oordeel, van die mensen die echt in een roze wolk leven en denken, er is alleen maar liefde. Er is alleen maar liefde. Pas op, hè. Ken noemt dat de blissninnies. Blissninnies, de gelukszulligen. Gelukszulligen. Ken die zegt terecht altijd, het is wel nodig om te kijken naar wat onwaar is. Dus denk niet dat je hier geen duisternis meer hebt. Tuurlijk heb je nog wrok en dingen die jou niet bevallen. We durven daar niet naar te kijken. Omdat we bang zijn dat als we dat echt loslaten, dat we dan oplossen in het niets, dat we dan uitgegumd worden of zo. Dus daar houden we aan vast. Het is wel nodig om te kijken naar je eigen duistere gedachten. Zonder oordeel, zonder schaamte, zonder schuld. Zonder jezelf rot te voelen. En denk je, ja, ik wil inderdaad nog speciaal zijn. Ik wil inderdaad wel van die en die bevestiging of waardering krijgen. Ja, daar ben ik nu kennelijk, oké. En wat zou liefde doen? Ruimte maken voor liefde. Dankjewel. Er is een vraag vanuit Zoom, alleen heb ik even geen beeld hier. Ja, gaan we die vraag even eerst doen? Ja, ik heb dit boekje gelezen, die In Personal Life. Ja. Maar wat mij nou juist zo verbaasde, en de vragen die net zijn gesteld, die hebben daar ook regelrecht mee te maken, is dat hij nou juist, of in dat boekje juist heel duidelijk wordt gezegd dat er geen keuzemaker is. En dat God degene is die alles aanstuurt, ook je ego. Net zolang totdat het ego stevig genoeg is om overstegen te worden. Dat staat in hoofdstuk 3. Ja. I love God. Dat klopt helemaal. Ja. Ja. Dat klopt helemaal, hè. Maar weet je wat hij ook zegt? Weet je wat hij ook zegt? Dat God en je ware zelf één zijn. Ja. Dus ik kan zeggen, de stem van God die zegt dat hij alles begeleidt. Totdat we allemaal de betere keuze hebben gemaakt. Dat betekent dus dat ik dat ook doe. Alleen daar heb je weer een verwarring tussen wie is dan de ik waarover het gaat. Dat is niet het ikje wat nu Jan Willem van Aalst heet, maar dat is mijn hogere ik. En ik heb zelf ook lang de neiging gehad om te denken, ja, God, dat is iets buiten mij. Hè? Dat is iets waarmee ik me weer kan verbinden. Maar het is iets, het is een soort grote zon. Nee, zegt nou juist het niet persoonlijke leven, zegt ik, en dat is dus echt God. God, ik ben in jou, ik ben jou. Jij en ik zijn één, wij zouden nooit afgescheiden kunnen zijn.
Dus het klopt wat er wordt gezegd. Ja, maar daarom is er dus ook geen keuze maken. En er staat ook heel duidelijk dat hij dus de persoonlijkheid aanstuurt. Mm-hmm. Dat hij helemaal niks zelf doet. Mm-mm. Ja. Ja, ik wil geen roet in het eten. Nee, maar het klopt zo hoor. Zo lees ik het toch heel duidelijk. Ja, maar ik lees dat als elke zelfzuchtige keuze die wij maken. Hè, dus ik denk het beter te weten dan die stem. Ja. Dat wordt ingegeven door mijn hogere zelf. Precies wat jij zegt. Ten behoeve van het grote ontwakingsplan. Ja, precies. Waar wij, maar alleen dat grote ontwakingsplan hebben wij geen zicht op. Wij weten niet hoe dat gebruikt wordt in het grote ontwakingsplan. Maar maar dat snap ik ook. Ja. Zo kan ik het ook zien. Ja. Maar dan staat nog als een huis dat wij... En dat komt eigenlijk ook heel mooi klopt met wat je eerder allemaal zei. Dat het plan al vaststaat. Ja. En dat en ook dat een keuzemaker is nog altijd dualiteit. Hè? Dat het dus de non-dualiteit eigenlijk daarin ook ligt dat je helemaal zelf niks doet. Ja. Ja, nee, dat klopt. En we komen natuurlijk nu op het grensvlak tussen dualiteit en non-dualiteit. En ik ben toevallig nu bezig voor analyse met het vertalen van Ken's boek over de tijd. En dat is best een pittig onderwerp, want die zegt, besef je dat er gebeurt morgen niks. Alles is al gebeurd. Ja. Huh? Alles, er bestaat geen, alles is al gebeurd vanuit het oogpunt van Jezus die aan het eind van de tijd staat. Maar ons bewustzijn brandpuntje leeft nu in 2023 en denkt dat er nog allerlei verrassende dingen kunnen gaan gebeuren en dat ik nog allerlei dingen kan besluiten. Als je naar Jezus kijkt die aan het eind van de tijd staat, die weet al lang wat wij gaan besluiten. En die weet dus ook dat als ik straks voor iets negatiefs ga kiezen, hoe dat gaat bijdragen aan het grote ontwakingsplan. Dus ja, in die zin is alles al gepredetermineerd. Maar wat Ken dus ook zei van, pas nou op. Door daar dan, hoe noem je dat? Dat je gewoon alles loslaat en nergens meer om geeft. Want ja, alles staat toch al vast. Zegt nee, het is dus juist de opdracht aan ons. Dit hebben wij ons ook voorgenomen in onze incarnatie. Om wel de lessen van de liefde te leren. Want als jij nu zegt, je dat niet doet, dan krijg je zoveel pijn. Dan ga je automatisch wel weer terug. Ja. Dus eigenlijk werkt het fantastisch. Je wordt net zo lang beproefd, zodat je niet meer anders wil als dicht bij God zijn. Exact, dankjewel. Dat is een gelukkig einde staat voor alles vast. Ja. Lees les 292 nog maar eens vanavond. Ja. Een gelukkig einde staat voor alles vast. Het kan niet fout gaan. We kunnen wel een hoop ellende ervaren. En misschien krijgen we wel een nucleaire oorlog. Dat kan. Maar een gelukkig einde staat voor alles vast. En waar ik van in tranen kwam, is in het boek Het Niet Persoonlijke Leven, in hoofdstuk 17 is het, waarin die vraagt, denk. Onze eigen hogere zelf vraagt dat aan ons. Hè? Stem van God, stem van ons eigen hogere zelf. Denk, heb ik niet altijd in alles voorzien? Heb ik niet altijd in alles voorzien in je leven? Was er niet altijd op het moment dat het je erg toescheen dat hulp op het juiste moment kwam? Heb je ooit ergens niet voldoende van gehad? Heb je ooit tekort gehad? We worden echt geleid. En we bezorgen onszelf alleen maar pijn als we denken het beter te weten. Dus dank je wel voor je bijdrage. Ik denk dat dat inderdaad heel goed is geweest nu. Is het voor zo goed? Oké, dat is kennelijk een ja. Oké, dan gaan we naar de afronding toe. Ik had nog twee vragen. Daar was een vraag. Is iets nog? Die is voorbij, dan had ik daar nog een laatste vraag, geloof ik. Ja. Jan-Willem, er is iets wat me triggert. Dat is dat je vertelt over de tijd tussen twee incarnaties. Wat naar mijn idee nog steeds de cyclus is van alle incarnaties. En waarin je dan los bent van het lichaam en nog steeds in een waarnemende... in een zeg maar ziel, je zou kunnen zeggen ziel die waarneemt. Dus hoe zie jij dat? Want je hebt het veel over reïncarnaties en mensen die erover vertellen. Dan denk ik van ja, en de wij incarneren naar mij weten, omdat we nog niet van schuld verlost zijn, omdat we nog verder gaan op pad. Hoe zie je dat? Ten aanzien van het goddelijke
buiten tijd en ruimte, lijkt het dit nog steeds een cyclus van incarnaties binnen tijd en ruimte. Ja. Het hele spel van reïncarnaties is allemaal dualiteit. Als we eenmaal echt hier zijn, dan is er alleen maar de zon. Waar wij onderdeel van zijn als de zon. God en wij, die zijn één. Dus alles waarvan je denkt van, nou, ik leg straks mijn lichaam af en ik kom bij dat voorportaal en ik kies voor nog een keer een reïncarnatie, is allemaal dualiteit. Dus het is, je bent dan nog niet bij God. Sterker nog, je kiest ervoor om nog niet bij God te zijn, om nog even in de dualiteit te blijven, omdat je zo graag nog autonoom, afgescheiden, individueel, speciaal wil zijn. Hij doet het. Ja, hij doet het weer. Ja, dat klopt. Maar jij refereert aan die ervaring, zeg maar, tussen twee incarnaties, als ja. zijnde van een goddelijke ervaring. Ja. En die twee, die kan ik moeilijk met elkaar dan, snap je? Het lijkt ja. alsof je in een voorportaal van God komt, maar je bent nog niet bij God. Maar je refereert eraan als zijnde van, oh, dat is, staat ons te wachten. Ja, het is goed dat je het zegt. Het is een voorportaal inderdaad. En ik zou aanraden om de interviews van Nancy Rines en Penny Witbrood, dat zijn twee YouTube-video's van Anthony Cheen. Als je die bekijkt, ze zijn Nederlands ondertiteld. Als je die bekijkt, wordt die vraag beantwoord. Want zij hebben het zelf meegemaakt namelijk. En het is inderdaad, je bent niet bij God, maar je bent wel dicht genoeg in een persoonlijk voorportaal waarin je jezelf nog als iets anders ziet dan alle energie om je heen, om je leven te evalueren en een keuze opnieuw te maken. Ja, ja, want naar mijn, bescheiden mening is, wanneer je innerlijke vrede ervaart, is dicht bij God. Absoluut. Is soort gelijke ervaringen als het goddelijke. Ja, en, absoluut. Nee, dat is, ik heb zelf ook wel eens een lichte ervaring gehad. Ik weet precies wat je bedoelt. Dan verdwijnt alles om je heen en alles is alleen nog maar licht en liefde. Dat is vergelijkbaar, ja. Klopt. Dank je wel. Oké, dank je wel. Ik denk dat we zwaar over tijd zijn eigenlijk. Dus nee. Okay. Nog een vraag van Zoom, ja? Hoi. Kan ik hem stellen? Ja. Ik wil, mijn vraag was hoe de achternaam van Christina geschreven wordt. Je had het over Christina, die interviews. Hè? Christina von Dreien, dat is W-O-N-D-R-E-I-E-N, Dreien. En ze woont in Zwitserland. En zij is, zij is de helft van een eeneiige tweeling, die met 28 weken geboren is. En haar zusje heeft het niet overleefd, Elena. Maar die is nog steeds bij haar. Dus ze zijn eigenlijk met z'n tweeën. Alleen Christina heeft dus company, gezelschap, vanuit haar overleden zus. En dat is mede daardoor waarom ik denk dat ze zulke inspirerende dingen weet te delen met ons. Dus ze is van harte aanbevolen om te volgen. Oké, ja, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, zijn we dan nu toch aan het einde van de vragenronde gekomen? Dankjewel. Dankjewel, Jan-Willem. Sorry, je wou nog wat zeggen. En dank jullie wel, want ik leer natuurlijk net zoveel als iedereen die hier in de zaal zit. Hè? Dus ik voel ook echt dat we gewoon in hetzelfde leerproces zitten. Dank jullie wel. Ja, dat het is mooi dat je dat zegt. Ja, heel fijn om hier zo samen dit te beleven. Dank deze bloemen, die mogen een mooi plekje bij jou thuis krijgen. Dankjewel. Dus ja, die zijn je ook van harte dankjewel. Gegund. Ja, mooi. En nou ja, ook voor de mensen thuis, heel fijn. Ja, ook bedankt voor de inspiratie gedeeld, ook vanuit de Zoom. En volgende maand, precies over een maand, 5 maart, komt Koos Jansson. Dus dan ben je ook van harte welkom om hier te komen. Maar ook om aan te sluiten bij de Zoom uiteraard. Dus
En ja, ik wil ook nog heel graag iedereen bedanken die dit toch weer heeft mogelijk gemaakt. Technische mensen, mensen die het ook allemaal op zorgen dat het op internet komt. Alle gastvrouwen, mensen van het bestuur, iedereen, alle vrijwilligers die hieraan bijdragen. En natuurlijk iedereen die komt, want we doen het met elkaar. Dus dank allemaal en nou, tot ziens.